Prins Karel, de graaf van Vlaanderen, is op 1 juni 1983 overleden. Zijn broer, ex-koning Leopold, komt niet naar de begrafenis. Bij de dood van hun vader, Albert I, liepen ze nog naast elkaar. Leopold en Karel, broederlijk samen bij vaderlandse plechtigheden. Bij de start van bouwwerken in Brussel bijvoorbeeld. Ook hun handtekening naast elkaar in het Gulden Boek. De eerste steen van de wereldtentoonstelling. Maar na de oorlog wordt Karel regent van België. Hij speelt de rol van staatshoofd voor zijn broer, die het land voorlopig niet binnen mag. Sinds de machtsovername van zijn neef Boudewijn in 1950 woont de verstokte prinselijke vrijgezel aan zee in Raverszijde. Hij wordt er kunstschilder, ook om den brode. Karel van Vlaanderen. Vaak zitten ook de schuldeisers hem aan zijn vel. Koninklijk vaatwerk wordt openbaar verkocht, nachtpotten van beroemde voorvaderen bijvoorbeeld. Royalistische souvenirjagers zijn de prinselijke uilenspiegel er dankbaar om.